Wouter Kroes heeft met zijn hit FIFA Hollandia vorig jaar tijdens het EK hoogstpersoonlijk voor de Oranjesfeer gezorgd. En ook voor het WK in 2010 is hij heel wat van plan. Ja, een eigen kledinglijn. En Fiona kwam vanmiddag zo opgewonden binnen. Ik zeg, schat, wat is er aan de hand? Ze had het mooiste van het mooiste binnengekregen. Ja. Ja. Een prachtige oranje kledinglijn. Kijk, dit, dat kleine accent met die nopjes erop, dat vond ze ook prachtig. Dat komt allemaal uit de koken van Wouter Kroes. Wouter, goedenavond. Hey, goedenavond, Albert. Jij denkt, ik ga ze lekker uitbuiten wat ik opgebouwd heb daar in die oranje kringen. Nou, ik voelde me eigenlijk wel een klein beetje Yves Saint Laurent, zoals het binnenkwam in de uitzending. Ja, ik heb zoveel oranje gezien vorig jaar in Bern, maar ook zoveel lelijke oranje, dat ik had echt zoiets van, joh, we moeten iets moois maken. Nou ja, de WK komt eraan. Ja. WK, Wouter Kroes, dat zijn mijn eigen initialen. Nou, wat goed, daar heb ik nooit meer nagedacht. Dat is wel lekker kwaliteit. Maar weet, Wouter, weet je wat me opvalt aan die kleding? Nou, je merk staat er niet op. Nee, maar jij hebt de promo's nog, hè? Oh. Wat wordt er nog allemaal ingezet? Nou, ik heb de promo's van Umberto, staat zijn naam nog steeds in. Dat vind ik heel vervelend. Maar hoe doe je dit? Want je kunt het toch nooit allemaal zelf betalen dat het hele land doorgaat? Nee. Ik ben benaderd door een bedrijf die zeg maar kleding maakt. En die hebben gevraagd of ik het leuk vond om samen met hun ontwerper zeg maar om de tafel te gaan zitten en mijn ideeën daarover.